De staatssecretaris heeft me gevraagd om als eerste het woord te mogen voeren. En dan geef ik nu het woord aan de staatssecretaris. Twee weken geleden stonden we hier ook in een ook voor mij vrij emotioneel debat over het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag voor heel veel ouders. In dat debat werd nog eens duidelijk wat veel ouders en wij inmiddels ook al wisten, dat er ontzettend veel niet goed is gegaan in het verleden, dat gewone burgers, gewone ouders de dupe zijn geworden van een toeslagensysteem met op hol geslagen fraudeaanpak en een weinig menselijke aanpak als het gaat om de manier waarop het werd afgehandeld, de uitvoering. De commissie Donner noemde het terecht de institutionele vooringenomenheid waarbij onschuldige ouders werden platgewalst door hun eigen overheid, zonder dat ze kans hadden daaraan te ontsnappen. En ik heb mij daar, en dat doe ik vandaag dan nog een keer als staatssecretaris al een paar keer uit de grond van mijn hart mijn excuses daarvoor aangeboden. De aanleiding waarom wij hier vandaag nog een keer zo kort na dat vorige debat staan, heeft te maken met het feit dat er vorige week zeg maar zwartgelakte dossiers aan ouders werden overdragen door de Belastingdienst. Ik heb in de brief die ik gisteren aan uw Kamer heb gestuurd aangegeven hoeveel ongemak ik net als uw Kamer en als vele anderen had toen ik keek naar de beelden over die zwartgelakte pagina's. Voordat de dossiers werden verstuurd had ingezien moeten worden dat, hoewel de bedoeling van het zoveel mogelijk informatie geven op zo kort mogelijk termijn aan de ouders misschien de goede was, de uitwerking zeer slecht en gaf precies het beeld dat we niet wouden hebben. In plaats van een overheid die eindelijk openheid van zaken geeft, een overheid die multomappen vol zwartgelakte pagina's geeft. Al met al zou ik bijna zeggen helaas een typisch voorbeeld van een belastingdienst waarbij de menselijke maat nog altijd niet de boventoon voert. Daar moeten we echt vanaf, voorzitter. Waar we overigens ook vanaf moeten, en dat is geen geheim dat ik daar zo over denk, is het bestaande toeslagstelsel. Met een meedogenloos alles-of-niets karakter dat we nu al ruim een decennium gebruiken. We zullen het stelsel moeten veranderen om de problemen waar we nu tegenaan lopen te kunnen oplossen. En dat begint met stap 1. Dat is regelen van proportionaliteit voor de ouders. Het stoppen van het alles-of-niets systeem waar de ouders zoveel last van hebben gehad. Wat mij betreft heeft het toeslagsysteem zijn langste tijd gehad. En het bedenken van een beter systeem, een meer toepasselijker menselijk systeem, zal niet makkelijk zijn, maar is broodnodig. In korte tijd, voorzitter, en dat zeg ik ook richting alle CAF 11 ouders, sommigen zullen hier vandaag ook op de tribune zitten, sommigen zullen het debat anders volgen. Ik kan niet terugdraaien in een korte periode wat wij in 10 jaar lang met z'n allen deze ouders hebben aangedaan. De ellende die deze ouders is overkomen is door ons aangedaan en kan ik niet meer goedmaken. Ik heb ze dat ook in een persoonlijke brief deze week willen vertellen. Wat ik wel kan doen en wat ik tot op de dag van vandaag heb gedaan, is met diverse acties en maatregelen te proberen de fouten uit het verleden nog een beetje te compenseren. Voor wat betreft de ouders in die CAF 11-zaak ben ik in ieder geval ontzettend blij dat ik hen naast mijn oprechte persoonlijke excuses ook de erkenning heb kunnen geven dat zij jarenlang onterecht als fraudeur zijn behandeld door de overheid. En ik weet dat dat voor heel veel ouders een ongelooflijk belangrijk element was. Dat zij niet werden aangezien als fraudeur en ze zijn wel zo behandeld. En ook ben ik blij dat we deze week eindelijk zijn begonnen met het uitbetalen van de financiële tegemoetkoming op basis van de adviezen van de commissie Donner. En dat we bezig zijn met het bekijken van de dossiers van ouders die willen weten waarom zij als fraudeur werden aangemerkt. En dat wij niet meer de ouders verrassen met een dik dossier vol zwartgelakte pagina's, maar dat we hebben gezegd we gaan voortaan naast hen zitten om die vragen die zij nog hebben, om die te kunnen beantwoorden. Maar ik weet ook, voorzitter, en nu kom ik bij het tweede deel, dat dit is pas het begin. Dit was pas een groep ouders, ging om een aantal ouders voor een dossier, 300 ouders met de CAF 11. Maar we gaan nog veel meer ouders krijgen die ook tegemoetkoming willen, die ook genoegdoening en erkenning willen voor het feit dat zij veel te lang als fraudeur zijn behandeld. En we zijn er dus nog lang niet. En wij moeten bij Financiën en bij de Belastingdienst dag en nacht aan de slag blijven om deze omslag te gaan begeleiden. Dat is broodnodig en heeft dus tot het laatste moment vanochtend mijn hoogste prioriteit. Maar ik realiseer me ook dat het proberen goed te maken, wat ik zei, wat in het afgelopen 10 jaar is misgegaan, niet als vanzelf zou gaan. Ook dat zal een hobbelige rood weg blijven zijn die we moeten afleggen en waarbij fouten gemaakt zullen worden. En dat herstel is nodig.
En daarom moet ook de organisatie bij de Belastingdienst anders. De cultuurverandering, het moeilijkst grijpbare van de Belastingdienst, is misschien wel het belangrijkste. Omdat zonder die cultuurveranderingen we weer potentieel in de situatie terecht gaan komen waar deze ouders en wij nu met z'n allen in terecht zijn gekomen. Het is van immens belang dat de Belastingdienst een lerende organisatie kan worden. Waar fouten gemaakt gaan worden en waar mensen elkaar ook op fouten durven aanspreken. Zonder dat leer je niet van je fouten. Zonder dat is die menselijke maat onmogelijk te bereiken. Om te kunnen groeien naar die organisatie waarin bij de uitvoering minder legalistisch en meer naar de ruimte voor de menselijke maat zou worden gekeken, is een hoop nodig. En misschien is nog wel het belangrijkste dat wij hebben destijds gekozen om toeslagen bij de Belastingdienst onder te brengen. Maar wat wij misschien niet goed hebben gedaan is te bedenken dat een toeslagrechter iets anders is dan een groot bedrijf. Waar je op een andere manier mee om moet kunnen gaan. Waarin het legalistische karakter minder belangrijk zou moeten zijn dan die menselijke maat. En daarom heb ik ook een onderzoek aangekondigd om te kijken of we die Belastingdienst niet anders kunnen organiseren. Waarbij we de toeslagen misschien wel losknippen van de andere onderdelen van de Belastingdienst. Ook heb ik de opdracht gegeven om een grote projectorganisatie op te gaan bouwen. Begin deze week zijn we daarmee begonnen. Dat gaat misschien wel om honderden mensen die speciaal worden aangetrokken om de problemen die we hebben, om die nu snel te kunnen oplossen. Het is echt nodig. En ik denk, en dat was een tip van een collega van mij, daar zullen we ook mensen hebben die ervaring moeten hebben met hulp en dienstverlening. Die mensen roep ik op om ons te komen helpen. En dat alles, al deze acties zijn nodig, zodat ik uiteindelijk ook met een geruste hart kan beweren dat ik bij mijn vertrek straks de Belastingdienst in een betere toestand kan achterlaten dan dat ik hem 2 jaar geleden heb aangetroffen. Nou, u voelt al een beetje waar ik naartoe ga, voorzitter, en de rest denk ik ook wel. Er is nog ontzettend veel te doen. En naast alle problemen die ik zojuist aankaart waar ik over sprak, blijft er nog ontzettend veel werk te verzetten in de komende jaren. Niet alleen op het gebied van die problemen waar we het over hebben, de toeslagenstelsel, de cultuurverandering, de menselijke maat, maar ook al die andere problemen waar we van het begin af aan mee gekampt hebben. De enorme ICT-problemen bij de Belastingdienst. Het toewerken naar een simpeler en rechtvaardiger en een duurzamer belastingstelsel. Een CO2-belasting, de invoering van de vliegbelasting, het verder aanpakken van belastingaanwijzing. Ik kan nog een hele hoop dossiers noemen waar ik nog met hart en ziel aan door had willen werken. Maar dat, voorzitter, dat kan ik echt alleen doen als ik kan rekenen op de steun van een zo groot mogelijk deel van uw Kamer. Omdat we weten, omdat ik weet en eigenlijk wij allemaal weten, dat er nog nieuwe incidenten zullen komen bij de Belastingdienst. Dat we nog tegen nieuwe problemen zullen oplopen en dat die problemen in de uitvoering hardnekkiger en complexer zullen zijn dan wij nu al denken of hopen. Er moet politiek ruimte blijven om fouten te maken. Want echt, voorzitter, Kamer, die gaan komen. En hier begint de schoen te wringen, voor mij. Ik wil echt graag politieke verantwoordelijkheid nemen. 2 weken geleden nam ik dat door te zeggen dat ik het beste met hart en ziel kon doorwerken aan het vinden van een oplossing voor de ouders. En niet door afstand te nemen van de problemen. Maar tegelijkertijd, als het helder wordt, dat uw Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben. En ik niet een deel van het probleem aan het worden word, dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En dat moment is nu aangebroken, voorzitter. Dus vanmiddag zal ik de koning verzoeken mij ontslag te verlenen. Maar voorzitter, ik wil nog 1 ding zeggen. Ik heb dit werk, het was intensief, het was eervol. En ik heb het met eer en geweten en hart en ziel en heel veel liefde en inzet gedaan. Ik vind het belangrijk dat ik na de instemming van gisteren met het belastingplanpakket 2020 3 grote belastingpakketwetten door beide kamers van het parlement heb weten te loodsen. Met daar ontzettend veel maatregelen die ik belangrijk vond toen ik hiermee begon. Maatregelen waar we belastingontwijking en ontduiking mee kunnen aanpakken. Zodat ook bedrijven, grote internationale bedrijven, meebetalen aan onze samenleving. En dat ze daar transparant in willen en durven te zijn. Ik maak verwijzing ook naar gisteren. Dat ik aan de tafels, alle tafels van het klimaatakkoord heb kunnen bijdragen met belastingmaatregelen om onze Nederlandse samenleving verder te verduurzamen. En inmiddels een grote groep landen in Europa bereid heeft gevonden om met ons te strijden voor een Europese vliegbelasting. Vorig jaar zei ik in een interview aan het Lijfblad van de D66 dat, en ik citeer hier, toen ik aan deze baan begon, had ik het vaste voornemen om het op mijn eigen manier te doen, door te zijn wie ik ben. En ik wil niet een politicus zijn of worden die op elke golf van publieke verontwaardiging of applaus meelift. En vandaag kan ik in ieder geval zeggen dat ik trouw ben gebleven aan mezelf en aan die boodschap. En ik wens uiteindelijk iedere politicus toe dat hij of zij dat ook tegen zichzelf kan zeggen op het moment dat hun politieke einde daar is. Kortom, ik vond het een enorm eervolle taak om ruim 2 jaar lang de functie van staatssecretaris van Financiën te mogen vervullen.
Maar vandaag komt daar een einde aan en daar heb ik vrede mee. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel voor het afleggen van deze verklaring en voor het feit dat u ook dat doet in de Tweede Kamer. En zo hoort het ook. Voor nu schors ik de vergadering.